De Telegraaf die publiceert propaganda over Rusland, die me een beetje doet denken aan verhalen over baby's die uit couveuses worden gehaald en op de grond worden gesmeten om te sterven in Kuwait. Verenigde Staten claimt weer iets te hebben. Maar hoe we eraan komen, fuck if I know. Gaan we ook niet zeggen. Doei. Gaan we ook niet vragen. Fuck this shit. Maar dit is wel breaking news. Poetin erkent Wat is het? onafhankelijkheid afvallige regio's in Oekraïne. Wat een rare verwoording ook weer. Afvallig. Alsof Oekraïne een geloof is. Ja, dat is inderdaad wel vreemd, ja. Rusland erkent de twee afvallige pro-Russische regio's in het oosten van het buurland Oekraïne als onafhankelijke staten. President Vladimir Poetin heeft zijn handtekening onder het besluit gezet na een lange televisietoespraak. Poetin motiveerde het besluit met historische redenen, maar waarschuwde ook voor het militaire gevaar dat van Oekraïne zou uitgaan. President uitte zijn ongenoegen over het huidige Oekraïne, dat hij omschreef als onder meer een Amerikaanse kolonie en een marionettenregime. Ik bedoel, als je ziet hoe makkelijk Zelensky wordt teruggefloten en voorheen Poroshenko werd teruggefloten als het buiten de lijntjes van Amerikaans buitenlands beleid trad. Ja, fair point. Ja, gewoon een soort vazal, toch? Waarschijnlijk binnenlands beleid bemoeien ze zich niet zo heel erg veel mee, maar Nee. Maar ze eigenlijk ook niet. zetten gewoon wapens en zo. En volgens mij hoopt de VS dat er een oorlog ontstaat tussen Oekraïne en Rusland, dat ze dan hun handen eraf kunnen trekken. Oh nee, wij hebben geen verplichting om mee te doen. We geven wel veel wapens, maar we gaan onze eigen capaciteiten er niet aan schaden. Gewoon in een poging om Rusland te ondermijnen. Dus Oekraïne is gewoon de sloopkogel en Rusland is het gebouw wat de VS plat wil leggen. Het is kut voor allebei. Het Kremlin meldt dat Poetin zijn besluit heeft medegedeeld aan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en aan de Franse president Emmanuel Macron. Ze hebben volgens het Kremlin hun teleurstelling uitgesproken. Scholz heeft in een telefoongesprek ook gewaarschuwd tegen de erkenning en toegezegd dat deze stap het zogeheten Minsk-akkoorden schendt, meldt zijn eigen woordvoerder. Oh, dit is echt zo insane hypocriet. Omdat de Minsk-akkoorden ook stellen dat er in Oekraïne geen buitenlandse troepen mogen zijn. En de VS en het Verenigd Koninkrijk en Canada, die sturen gewoon de hele tijd militaire trainers, wat buitenlandse militaire eenheden zijn, het land in. Die hebben daar continu militaire aanwezigheid, wat gewoon in directe zin een schending is van het Minsk-akkoord. En nu ineens is het Minsk-akkoord belangrijk. Wat Poetin hier doet, is gewoon ze nog een gelegenheid geven om te shitten. Dat is misschien niet per se wat hij doet, maar dat is wel wat het gevolg ervan. Ja, maar wat wel interessant is dat er wel gewoon best wel wat gronden zijn om dit te doen. Als je kijkt naar de publieke opinie in deze gebieden. Dus als je. Er was in 2014 een referendum over deze kwestie. En ja, je weet wat er dan gelijk wordt gezegd. Oh ja, maar dat is allemaal doorgestoken kaart of wat dan ook. Dus dat geloof ik toch niet. Nou, ik zou aandringen om deze data die, oké, ik geef het toe, op Wikipedia onder elkaar zijn gezet. Maar als je de bron bekijkt, dan is het een Oekraïense bron. En dit is van The Guardian, geen pro-Russische bron. Van Pew Research, Los Angeles Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Washington Post. Dat zijn. Nou ja, dit is zo ongeveer het meest elitaire medium van Europa. En dit is het meest elitaire medium van de VS. Nou, dat tweede valt te betwijfelen. Maakt verder niet uit. Allemaal geen pro-Russische bronnen. En in de aanloop naar het referendum lieten peilingen zien dat er meer animo was voor autonomie binnen Oekraïne dan voor onafhankelijkheid. En de minderheid wilde echt afscheiden en onderdeel worden van Rusland. Maar dat was voordat er gewelddadige incidenten waren tegen Russische sympathisanten. Etnisch gemotiveerd geweld in de nasleep van de gebeurtenissen van 2014. Waarbij, zoals eerder genoemd, etnonationalistische naties een zeer grote rol speelden. Daarna is de steun voor onafhankelijkheid, aldus de Los Angeles Times, sterk omhoog gegaan. En in een opiniepeiling die de dag voor het referendum is gedaan, was van de mensen die wilden gaan stemmen
94,8% gaf aan voor onafhankelijkheid te gaan stemmen. En zelfs als je de niet-stemmers zou meenemen, dan zou alsnog 65,6% voor afscheiding van Oekraïne zijn. Als je dan kijkt naar de uitslag, 98% van 74% in Donetsk en in Luhansk, 75% van 96%. Nou, dan is dat best wel accuraat en komt het er best wel mee overeen. Het is wel in deze gebieden moeilijker te beoordelen, maar waar het makkelijker te beoordelen is, is op de Krim. Nou, is dat nu niet het gebied in kwestie, maar het is wel goed om te benoemen, omdat er vaak aan voorbij wordt gegaan. Opiniepeilingen uitgevoerd door de Verenigde Naties, geen pro-Russische bron, hebben de jaren aanlopende naar het referendum aangegeven dat een grote meerderheid, een meerderheid die uiteindelijk ook ongeveer voor afscheiding stemde, daarvoor zou zijn. Moet je ook wel beseffen, deze peilingen zijn gedaan voor 2014, waarbij de demonstraties in Kiev nazi's met nazi-symbolen en Stepan Bandera-posters, die een nazi-collaborateur was, die etnonationalistische uitspraken deden over Oekraïne aan de macht kwamen. En zo'n 15% van de bevolking van de Krim is Tataars. Hier staat 12%, dus een beetje die orde van grootte. Ja, die herkennen zich daar natuurlijk niet in. Waar ze zich misschien meer in herkennen, is Rusland, waar een systeem is waarbij er zijn 7 verschillende soorten administratieve eenheden binnen de Russische Federatie om gehoor te geven aan de verschillende situaties van gebieden. Dus gebieden die meer dichter bij cultureel Rusland staan, die zijn gewoon een oblast, heet dat. Dus dat is een federale staat. Maar je hebt ook republieken die veel meer autonomie hebben en hun eigen president verkiezen, zoals Tsjetsjenië als bekendste voorbeeld. Er zijn in totaal 7 verschillende eenheden en die kunnen ook hun eigen taal als officiële taal aannemen. Dus er is veel meer ruimte voor autonomie en voor etnische minderheden binnen de Russische Federatie dan binnen een staat waar de Stepan Bandera aandragende neonazi's aan de macht zouden komen. Dus ja, het is niet gek dat na die gebeurtenissen de steun daarvoor omhoog zou gaan. Dus er is geen enkele aanwijzing dat er de publieke opinie op de Krim niet voor bijvoegen bij Rusland zou zijn. Hetzelfde geldt dus voor Donbass. Je ziet ook de demografische samenstelling van de Krim met de meerderheid Russisch. Als je nog steeds daartegen bent, dan moet je, en hetzelfde geldt dus voor Donetsk en Luhansk, dan moet je toch wel jezelf de vraag stellen, geloof je in het recht op zelfbeschikking van volkeren? Wat is vastgelegd in het internationale recht? Als de meerderheid van een geografisch afgebakend gebied zegt, wij willen dat ons land dit als bestemming heeft. Een soort van vanuit een of ander idee van democratie redeneert, dan moet je daar wel mee eens zijn, denk ik. Ja. Wat ironisch genoeg is, wat de NAVO altijd, waar de NAVO altijd mee, hoe zeg je dat? Dat zeggen ze altijd, dat ze dat doen. Ja, dat is gewoon een selling point. Ja, precies. Het verkooppraatje. Maar wel gewoon democratie om de keuze te maken die wij voorschrijven.